toch? Vandaag een antwoord op de vraag van Judith. Judith heeft altijd gedacht en begrepen dat wanneer je vocht en vezelrijk eet en daardoor regelmatig voeding in jouw spijsverteringskanaal laat belanden die de druk op de wand van je spijsverteringskanaal, de druk op de wand van je darmen verhoogt. En wanneer je regelmatig eiwitrijk eet en daardoor regelmatig voeding met eiwitten daarin aanwezig in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, dat dan als reactie op het verhogen van de druk op jouw darmwand en als reactie op de aanwezigheid van eiwitten in jouw darmen hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen afgegeven zouden moeten worden door kliercellen die gevestigd zitten in je darmwand, hormonen die de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen prikkelen, informatie over kunnen dragen op de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen en je dan verzadiging, een beperking, een afname van eetlust zou moeten ervaren. Maar Judith eet al jarenlang vocht en vezelrijk en laat dus al jarenlang voeding die de druk op je darmwand verhoogt in haar spijsverteringskanaal belanden. Judith eet ook al jarenlang eiwitrijk en laat dus al jarenlang eiwitten in haar darmen belanden. Dus Judith doet al jaren datgene wat qua voeding nodig is. En ze laat al jarenlang datgene in haar darmen belanden wat nodig is om de afgifte van hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen door kliercellen in je darmwand te stimuleren. Maar ondanks dat ervaart Judith al jarenlang geen verzadiging, geen afname van eetlust. Judith ervaart ondanks vocht- en vezelrijk eten en ondanks eiwitrijk eten voortdurend honger, voortdurend een verhoogde eetlust, een voortdurende drang tot eten, 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 eten. Judith begrijpt dit niet, want als reactie op het belanden van vocht en vezels in je darmen, als reactie op het belanden van eiwitten in je darmen, zouden toch hormonen afgegeven moeten worden door de kliercellen in je darmwand die de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen prikkelen, die informatie overdragen op de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen, waarna je een afname van eetlust zou moeten ervaren. Waarom gebeurt dat in haar lijf dan niet en ervaart zij, ondanks het laten belanden van vocht en vezels in haar darmen, elke dag en heel wat jaren lang al, en ondanks het laten belanden van eiwitten in haar darmen, elke dag en al jaren lang, waarom ervaart ze nou geen afname van eetlust en een beperking van haar hongergevoelens? Kennelijk, zo begrijpt Judith, zijn de kliercellen in de wand van haar darmen, die als reactie op het belanden van vocht en vezels in je darmen en een toename van de druk op je darmwand, en die als reactie op het belanden van eiwitten in je darmen, die hormonen moeten afgeven, die hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen, daar niet toe in staat. En of zijn de hersencellen in het verzadigingscentrum van haar hersenen met receptoren voor de informatie afkomstig van deze hormonen niet in staat om die informatie te ontvangen en verwerken. Ja, en in dat geval, zo begrijpt Judith, zal je dus geen
afname van eetlust ervaren, want een afname van eetlust zul je enkel ervaren wanneer na het belanden van vochten en vezels in je darmen en het oprekken van je darmwand, de verhoging van de druk op je darmwand en na het belanden van eiwitten in je darmen, wanneer dan ook wel de kliezen in je darmwand die hormonen hebben afgegeven en de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen deze informatie hebben ontvangen en je hersencellen met receptoren voor deze hormonen ook wel deze informatie hebben verwerkt. Dan pas zal je verzadiging ervaren. Judith heeft begrepen dat helaas, en dat merkt ze dus al jarenlang, hè? Helaas, het late belanden van vocht en vezels in je darmen en een verhoging van de druk op je darmwand en het late belanden van eiwitten in je darmen. Dus datgene wat nodig is om de kliercellen in je darmwand te stimuleren om hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen af te geven, dat helaas niet kan garanderen dat die kliercellen in je darmen dan ook in staat zijn om dat te doen, die hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen af te geven. En dat het ook niet kan garanderen dat de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen met receptoren voor de informatie afkomstig van deze hormonen in staat zijn om deze informatie te ontvangen en verwerken. Ja, en enkel wanneer dat allemaal goed verloopt, kan je verzadiging ervaren, zo begrijpt Judith. Judith heeft begrepen dat cellen in de wand van je darmen, kliercellen in de wand van je darmen, die de vorming van hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen mogelijk moeten maken. En ook de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen enkel in staat zijn om na ontvangst van informatie over een toename van de druk op jouw darmwand door de aanwezigheid van vocht en vezels in je darmen en na ontvangst van informatie over de aanwezigheid van eiwitten in je darmen, om dan ook wel hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen af te geven. En de hersencellen in het verzadigingscentrum van jouw hersenen zijn ook enkel maar in staat om na ontvangst van informatie, informatie afkomstig van hormonen die door de kliercellen in je darmwand zijn afgegeven, die informatie te verwerken, wanneer die cellen, dus die kliercellen in de wand van je darmen en de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, in staat zijn om de enzymatische processen die cellen uit moeten voeren na ontvangst van informatie, ook wel in staat zijn om die processen uit te voeren. En wanneer zijn cellen, dus de kliercellen in de wand van jouw darmen, die de vorming van hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen mogen moeten maken, maar ook de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, die die informatie afkomstig van hormonen in je spijsverteringskanaal moeten ontvangen en verwerken, wanneer zijn die cellen enkel in staat om de enzymatische processen uit te voeren die ze na ontvangst van informatie uit moeten voeren? Nou, wanneer die cellen, dus de kliercellen in de wand van jouw darmen en de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder enzymen, enzymen zijn namelijk eiwitten, te kunnen vormen. Wanneer de kliercellen in jouw darmen die de vervorming van hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen mogelijk moeten maken als reactie op de aanwezigheid van vocht en vezels en een toename van de druk op je darmwand en als reactie op de aanwezigheid van eiwitten in je darmen, wanneer die cellen niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder enzymen, te kunnen vormen, dan zijn die cellen in jouw darmwand na ontvangst van informatie
niet in staat om de enzymatische processen uit te voeren die die cellen uit moeten voeren na ontvangst van informatie. Zijn die cellen niet in staat om die hormonen te vormen met etensbeperkende eigenschappen en die hormonen vervolgens ook af te geven? En wanneer de cellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, nieuwe enzymen te kunnen vormen, dan zijn die cellen ook niet in staat om na ontvangst van informatie de enzymatische processen uit te voeren die die cellen nodig, die die cellen uit moeten voeren om die ontvangen informatie te kunnen verwerken. Zou jij geen verzadiging ervaren? Dus, zo begrijpt Judith, je zult pas verzadiging ervaren wanneer de sclierscellen in de wand van je darmen na ontvangst van informatie over de aanwezigheid van vocht en vezels in je darmen en toename van de druk op je darmwand in de aanwezigheid van eiwitten in je darmen in het bezit zijn van voldoende aminozuren om nieuwe eiwitten, waaronder enzymen, te kunnen vormen om de enzymatische processen die die cellen uit moeten voeren, uit te kunnen voeren. En wanneer de cellen, de hersencellen, het verzadigingscentrum van je hersenen in het bezit zijn van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe enzymen te kunnen vormen, om na ontvangst van informatie die informatie ook al te kunnen verwerken, wat enzymatische processen vereist. Dus de vraag van Judith is, hoe zorg ik ervoor dat de kliercellen in de wand van mijn darmen en de hersencellen in het verzadigingscentrum van mijn hersenen voldoende aminozuren bezitten die die cellen nodig hebben om de enzymatische processen uit te kunnen voeren die die cellen uit moeten voeren na ontvangst van informatie, en zij dus uiteindelijk ook wel verzadiging zou kunnen ervaren, want ze begrijpt niet eerder dan dat die cellen in het bezit zijn van voldoende aminozuren om die eiwitten, om die enzymen te kunnen vormen, om na ontvangst van informatie de enzymatische processen uit te kunnen voeren die die cellen uit moeten voeren, dat ze dan geen verzadiging zal ervaren. Nou, Judith, de kliercellen in je wand van je darmen en de hersencellen in je hersenen zullen enkel in het bezit zijn van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, nieuwe enzymen te kunnen vormen, om de enzymatische processen uit te kunnen voeren die die cellen uit moeten voeren nadat zij informatie hebben ontvangen. Wanneer de vertering, de enzymatische splitsing van de eiwitten in jouw voeding, in je spijsverteringskanaal, tot aminozuren goed verloopt. Want wanneer de vertering, de enzymatische splitsing van eiwitten tot kleinere delen, tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal niet goed verloopt, dan zullen aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, niet opgenomen geabsorbeerd worden in je darmwand. Kunnen de kliercellen in je darmwand, kunnen de hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen niet beschikken over voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder enzymen, te vormen? Zijn die cellen niet in staat om na ontvangst van informatie over de aanwezigheid van vocht en vezels in je darmen, een verhoging van de druk op jouw darmwand, de aanwezigheid van eiwitten in je darmen, de enzymatische processen uit te voeren die die cellen uit moeten voeren om die ontvangen informatie intracellulair te verwerken, het over te dragen, te verwerken en een reactie daarop te vertonen. Dat wil dus zeggen de vorming van hormonen met etensbeperkende eigenschappen, het uitscheiden daarvan. En dat wil zeggen voor de receptoren in het verzadigingscentrum van je cellen en van je hersenen ook de vorming van intracellulaire overdrachtstofjes om de verwerking van die ontvangen informatie afkomstig van hormonen door de kliercellen in jouw darmwand en mogelijk te kunnen maken. De vertering van eiwitten tot kleinere delen, tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal kan enkel goed verlopen wanneer de kliercellen in jouw lijf die de vorming van peptide
daar zijn eigen spitsende spijsverterings en zeemen voor hun rekening moeten nemen. Waaronder de kliercellen in je alvleesklier. Ook wel in staat zijn om peptidase, eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, te vormen en navormen ook wel uit te scheiden, af te geven richting jouw spijsverteringskanaal. En dan zijn die cellen, de kliercellen in jouw lijf, die de vorming van peptidase mogelijk moeten maken, waaronder de kliercellen in jouw alvleesklier, enkel toe in staat wanneer die cellen in de bezit zijn van voldoende vocht en voldoende bouwstoffen die die cellen nodig hebben om die peptidase en eiwitspitsende spijsverteringsenzymen te vormen en ook uit te kunnen scheiden, af te geven richting jouw spijsverteringskanaal. En wanneer is dat? Enkel wanneer jouw voeding voldoende vocht, voldoende essentiële vitamines, voldoende essentiële mineralen, voldoende essentiële spoorelementen, voldoende essentiële aminozuren, voldoende essentiële vetzuren levert. Heel de dag door en elke dag opnieuw. Want wanneer jouw voeding te weinig vocht, te weinig essentiële vitamines, te weinig essentiële mineralen, te weinig essentiële spoorelementen, te weinig essentiële aminozuren, te weinig essentiële vetzuren levert, elke dag opnieuw, dan kunnen de kliercellen in jouw lijf, die de vorming van peptidase, eiwitspitsende spijsverteringsenzymen, mogelijk moeten maken, niet beschikken over voldoende bouwstoffen die die cellen nodig hebben om peptidase te kunnen vormen en vervolgens ook uit te scheiden, af te geven richting jouw spijsverteringskanaal. Kunnen de eiwitten in jouw voeding niet verteerd worden en enzymatisch gesplitst worden tot kleinere delen tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal? Kunnen aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, niet opgenomen geabsorbeerd worden in jouw darmwand? Kunnen de kliercellen in jouw darmwand, die de vorming van hormonen met eetlust beperkende eigenschappen mogelijk moeten maken, als reactie op de ontvangst van informatie over het aanwezigheid van vocht en vezels in je darmen, toename van de druk op je darmwand, de aanwezigheid van eiwitten in je darmen, niet nieuwe eiwitten vormen, waaronder enzymen vormen, enzymen om die ontvangen informatie ook wel te kunnen verwerken, de enzymatische processen uit te voeren die die cellen uit moeten voeren om de vorming van hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen mogelijk te kunnen maken en het afgeven daarvan naar het extracellulaire milieu. En kunnen de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen geen informatie ontvangen over de aanwezigheid van vocht en vezels in jouw darmen, een toename van de druk op jouw darmwand en de aanwezigheid van eiwitten in je darmen, want die informatie kunnen de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen enkel ontvangen wanneer eerst de kliercellen in jouw darmwand hormonen hebben gevormd met eetlustbeperkende eigenschappen en deze hebben afgegeven in het extracellulaire milieu van die cellen, maar daar zijn die cellen niet toe in staat, zolang en wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot aminozuren niet goed verloopt. En dat is dus zolang en wanneer jouw voeding te weinig vocht, te weinig essentiële vitamines, te weinig essentiële mineralen, te weinig essentiële spoorelementen, te weinig essentiële aminozuren en te weinig essentiële vetzuren levert. Dat als antwoord op je vraag.